Goedemorgen, wij zijn weer weg naar Disneyland Parijs. We zijn er over ongeveer 8 minuten. En het is nu kwart voor tien voor acht. En het park gaat voor ons om 8 uur open. Omdat wij een abonnement hebben. Dus dan heb je een extra Magic Hour. Het is vandaag zaterdag 10 december, dus het wordt een drukke dag. Want het is kerst en zaterdag. Het is sowieso druk in de kerstperiode, dus ik ben benieuwd. En ja, ik ga vandaag een dagje vloggen. Nou, we zijn er. We lopen nu van de parkeerplaats naar het park. En ik heb ook mijn haarband mee. Die heb ik 2 weken geleden hier gekocht. En die was ongeveer, ja, het is op 20, 25 euro. Dus die doe ik vandaag weer lekker op. Maar 5 minuten. We gaan nu naar de Big Thunder Mountain, want die is net als Peter Pan nu maar 5 minuten. En dan gaan we vanmiddag even vergelijken hoe lang het dan is. Is wel leuk om te doen. Vier minuten wachttijd nu bij Space Mountain. Dus daar gaan we nu ook nog even in. Het is ook 9 uur geweest. Dus dat betekent dat iedereen nu het park in mag. Echt heel mooi dit.
Dirigez-vous vers le pont d'envol pour lancement immédiat. Vers l'infini et au-delà. Zo, dat heeft het gas erop. Met deze auto's kun je dus zelf rijden, gas geven, remmen. En dan dat middenstukje, dat zeg maar, ja, houd je een beetje op de baan. Maar er zitten dus ook gewoon kinderen te rijden, super grappig. De ene heeft gas erop, de ene die blijft hier stilstaan, weet je wel. Bas is daar. Oeh, we gaan beginnen. Aangekomen in Adventureland. Nou, we gaan zo met een character op de foto. Want hier komt Baloo van Jungle Book. En dan lopen we zo weer Fantasy Land in. En daar staat de Queen of Hearts. Om te meeten. We zijn nu weer in het kasteel. En dit is een winkeltje. En kijk hoe leuk met kerst. Oh, van binnen ook. Het is er wel druk. Dus we gaan zo wel even kijken. In Disney Village is er een luchtballon. Omhoog. We zijn niet meer in de winkel gegaan in het kasteel, want het was er super druk. Nou, hoe leuk! We zijn mee met paardenkoets, hoe noem je dit? En een paard heeft ook weer super leuke kerstdecoratie om. Het is ook een heel mooi paard. En hier van binnen, ja, echt. Amerikaans een beetje. Ik vind het super leuk. Ik ben hier zelf nooit met een paar mee geweest. Maar je kan ook met het autootje mee trouwens. Nou, zie ik net opeens voorbij rijden. Kijk al die mensen kijken. Zo leuk. Een broodje eten. Wij zitten nu lekker hier. We hebben allebei een cupcake. We hebben onze eigen frietsaus mee. Want die Fransen, ja, dat vinden we gewoon echt niet lekker. Sinaasappelsapje. En we hebben allebei. Kijken of ik het open kan krijgen zo. Een croque-monsieur, een soort van tosti.
prochaine, tous ces gens ont l'air si heureux. Ik heb geen kind, maar als ik die had, had ik echt deze gekocht. Of die hele leuke kersttrui hier. Hoe zou ik nu zeggen dat ik wat heb gekocht? Wat zal ik dan zeggen? Hoe leuk is dit? Salut, Miss Romanoff. Nous voilà.
voilà. Ouf. Et le voici. C'était tellement facile. Allez, à plus. We komen net van Mickey and the Magician. Echt een superleuke en mooie show. En op deze borden laten ze zien wat het nieuwe gebied in Disney Studios wordt. Een heel Frozen gebied. Nou, we zijn nu weer studios uit. We gaan even naar Disney Village. Voor de mensen die het niet weten, Disney Village. Hoef je geen Disney tickets voor te hebben. Je wordt wel gecheckt met tassencontrole en zo. Er zijn allemaal restaurantjes en Disney winkels. Dat is heel leuk ook. Pinch. Van die pin.
Zo, de mist is eindelijk wat weggetrokken. De zon is erbij. En de blauwe lucht. En dan vind ik het kasteel toch wel het mooist. Het kasteel Château is altijd mooi. Maar nu zie je toch de kleuren beter dan mijn idee. Met een blauwe lucht. Ondertussen is Bastiaan hier een keyboard aan het kopen. Hij heeft Star Wars. En je kan dus dan ook pins hierop doen. En die kan je ook ruilen in het park. Ik zelf heb er gisteravond ook één gekocht. Maar die kan ik hier niet vinden. Maar die laat ik vanavond wel even zien. Want ik heb hem nu niet mee in het park. En dit zijn een voorbeeld van pins die je erop kan doen. En nog meer pins. Nou, even een bakje popcorn voor €6,50. The Queen of Hearts is back. En nu staan we in de rij om haar te ontmoeten. Hierachter is ook Meet Mickey Mouse. Maar daar moet je vaak heel lang wachten. En hier is nog een doolhof van Alice in Wonderland. In de verte zie je ook nog It's a Small World, maar die is in renovatie. Vanochtend waren we dus in Peter Pan's Flight gegaan met 5 minuten en nu, ja, rond 4:15 is het 75 minuten. Je l'admets, je suis un pirate et un des meilleurs. Nou, ik vond de nachos, de Doritos met cheddar saus, een beetje tegenvallen. De meeste zijn allemaal hartstikke zacht door de saus. En ja, ze waren al koud. Heel jammer dit. Maar de chicken bites waren wel lekker. Die zijn ook op. En nu gaan we snel naar de Christmas parade. Just like the wishing star.
joyeux Noël à tous. Ouvrez grand vos yeux, j'arrive. Net geweest. Ik heb het geprobeerd te filmen, maar het was heel druk. Dus ja, het is wel leuk geworden, denk ik. Nou, zoals je ziet is het wel weer heel mistig. Blauwe lucht was snel weer weg. En ja, het wordt net als in Nederland gewoon vanaf 5 uur al heel snel donker. Maar dan gaan wel heel mooi hier de lichtjes aan. Nou, we zijn echt net in studio's. We komen echt net aangelopen. En komen er alweer een character aangelopen. Dit keer Captain America. Er gebeurt hier altijd best wel veel onverwachts. Dan sta je hier en dan opeens... I am Friday, the advanced AI that runs this campus. En dan begint er opeens een show uit te nemen, of wat dan ook. Vaak loopt hier rond ook gewoon characters uit de Marvel film, waar je dan ook mee op de foto kan. Stark Factory. Mission Equipment. Gateway Portal. Campus System Check Complete. No unusual activity at this time. Nou, zoals ik al zei,
op dit stuk lopen heel veel Avengers rond. Je kan er gewoon op afstappen en dan kan je gewoon met ze op de foto. Zoals je ziet hoef je ook niet lang te wachten. Wat veel mensen, ja, zien het gewoon niet, denk ik. En daar loopt er ook nog eentje rond. Gaan we ook maar even heen. Hier kan je ook Avengers meeten, maar dan moet je in de app in een virtuele wachtrij. Maar hier zag ik er net dus ook eentje lopen. Oh, die staat hier. Met iedereen dus op de foto te gaan. Oh, ja. Yes! Hé, je vois qu'il y a quelques motivés. Gamora, tu penses que c'est assez? Pas du tout. Qui veut devenir un gardien de la galaxie? Yes! Hé, je savais que vous étiez motivés. Surtout toi, là. Et pour... Une battle de danse! A dance-off. Yeah, a dance-off. Hé, madame dans les nuages. Balance du son. Salutations mortelles. Allez bien mon frère. Sois pas timide. Don't be shy. Oh, please. Just not as enthusiastic when meeting your short-sighted followers. Ne sois pas amer comme ça. Il se pourrait que certains d'entre eux soient même sensibles à tes charmes. Si on peut appeler ça comme ça. Y a-t-il des fans de mon frère parmi vous? Oui. Ah, tu vois? Certains adhèrent à tes malices. Yeah, truly the better of your kind. You know I am the presence of greatness. I'm the God! Voilà! Bon. Allez, on passe aux choses sérieuses. Today has created its own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Nou, we zijn uit Spider-Man's Web Adventure. Het was echt wel leuk. Je moest zeg maar in die cabine zat je, je had een bril op. En dan moest je met je hand moest je steeds spinnen gaan pakken. En er werden ook je punten geteld. Dus dat was wel ja, best wel grappig en leuk. Het is nu ja, 7 uur of zo. En ik keek net in de app en het is super rustig. Tower of Terror is bijvoorbeeld maar 15 minuten. Toy Story, de attracties zijn maar 15 minuten. In Disney Park zelf is het ook best wel rustig. Pirates of the Caribbean is bijvoorbeeld 5 minuten. En het park is tot 10 uur open, maar ik denk dat het zo rustig is geworden. Omdat, ja, en het is koud, maar Frankrijk speelt om 8 uur. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk de reden is. Nou, we lopen nu weer in Toy Story Playground. We gaan nog een keer de parachute erop. Het is maar 15 minuten. En is ook wel leuk om te zien in het donker van boven. Nou, we zijn net in RC Racer geweest. Het was maar 5 minuten en nu gaan we weer Ratatouille. Ook maar 5 minuten. Ik vind het
hier zo erg een beetje op Parijs lijken. En super schattig. Nou, en we gaan nog een keer de parachute erop. Want er staat niemand. Na parachute erop gaan we hier nog even in de Avengers achtbaan. En daarna gaan we weer naar het park. Analyse de canoe escamotable. Retractable canoe. Nou, het valt me ook opeens op dat die klok geen licht geeft. Waarschijnlijk omdat ze daar bezig zijn met verbouwen of renoveren. En we zijn weer in het park. Les fêtes de Noël. Oh, I love it. It's like a winter.